ang tula su cosecha ni fa ansano ta kana en ruta di tula pa busca inspiración fori pasado. Deng seri 2 ni fa a ifita holandés europeo, pa papia tocante nan vida na corsau y pa mira sinang sa kiko ta tula su cosecha. E vespet deng edición 7 ta Ana Marika Holten, ela restaura y desoria hopi edificio deng Pieter Maismal. Het leven op Curaçao is voor mij heel veel mogelijkheden en vrijheid. Hoi. Hey. Gaat het? Goed. Ja. Het is mooi hier, hè? Prachtig. Wat een rust. Hoe komt het eigenlijk dat je op Curaçao bent? Ik ben in 1993 voor mijn studie naar Curaçao gekomen. En ik ben naar weggegaan. Oké, maar hoe komt het dat je voor je studie hier naartoe bent gekomen? Ik heb op de hotelschool gezeten. Ja. En daar moest ik een jaar praktijkervaring doen. En de hotelschool in Nederland gaf de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Mm-hmm. Was dan natuurlijk niet alleen Curaçao, maar Zwitserland, Amerika, China. En nu is de keuze op Curaçao gevallen? Ja, omdat ik al affiniteit had met het Caribisch gebied. Familie van mij woonde op Bonaire. Mm-hmm. En ik heb broertjes en zusjes uit Haiti. Okay. Adoptiebroertjes en zusjes. Dus ik had al affiniteit natuurlijk met het Caribisch gebied. Okay. En denk, nou pak ik mijn kans. Wat is het van Curaçao dat heeft bepaald dat Annemarieke op Curaçao is gebleven? Ik zag heel veel mogelijkheden. Ik kreeg enorm veel kansen om het te ontplooien. Mm-hmm. Ik kan natuurlijk niet achteraf zeggen of dat ook in Nederland had plaats kunnen vinden, tuurlijk. Je ontplooit je overal. Mm-hmm. Maar ik voelde me hier heel erg senang. Je voelde je wat? Heel plezierig, heel vrij. Wat ik zei, ik zag ook mogelijkheden, ik kreeg ook kansen. Después cu Ana Marika atrapa diferente hotel y bar na Corsau, eku su casa aya chance pa kumpra un cas tour de toria deng Pieter Mai. Nanga decidi di restaura e cas aki, comisando un fase di hopi desarrollo y vida novo deng Pieter Mai Smal. Toen jullie met dat project waren begonnen, wat was het idee? Waar wilden jullie naartoe gaan daarmee? Dat wisten we toen nog niet. Okay. En we gingen natuurlijk om ons heen vragen van waar de behoefte naar was. Mm-hmm. En we merkten dat er mensen graag huisvesting in de binnenstad wilden. Okay. Omdat ook buitenlandse studenten en Antillianen die terugkomen niet altijd over een auto beschikken. Okay. En ja, we hebben alles afgetast. En mijn visie was natuurlijk ook wel van binnenstad weer leven terugbrengen. Ja. En ik had een beeld van die Willemstad, dat moet bruisen. En hoe doe je dat dan? Ja, volgens mij moet je de bewoning terugbrengen. Okay. En daar zijn we begonnen. Wat was de reactie van de lokale bevolking op het project van jullie? Ik denk dat heel veel mensen niet wisten dat we daar bezig waren. Okay. Alleen de bewoners van Pieter Maismal en wij, die wisten dat we daar bezig waren. Pas in 2007 kwam het volgens mij meer in de bekendheid op het eiland. Okay. En de reactie daarop? Verschillend. In Pieter Mai soms bedreiging. Mm-hmm. Hè, bedreigend gevoel van mm-hmm. wat komt die Nederlander daar doen. Maar ik denk dat het toch onbekend, onbemind. En als je dan uitlegt wat je plannen zijn, is het heel snel om en ga je daar samen tegenaan. Okay. Als we gaan op wat komt die Makamba hier nou doen? Ja. Zijn die Makambas nu een klein Nederland aan het creëren in Pieter Maisma? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Met alleen al die Nederlandse stagiaires en de Nederlanders die daar vak gaan naar mm-hmm. de horecabedrijven die jullie daar hebben opgericht. Ja, maar je moet je even terug helemaal naar het begin natuurlijk. Hè? Dat mm-hmm. De Curaçaonaar al jaren niet meer in Pieter Mai kwam. Mm-hmm. En ook als hij er doorheen moest, volgens mij extra gas ging geven, want daar moest je niet zijn. En ik ben zelfs bij de UNA-studenten geweest, maar die mochten ook niet van hun ouders. Of dat, nee, no-go area, daar nee, daar ga ik niet zitten. Mm-hmm. Dus ik denk ook wel dat we heel blij mogen zijn dat er
dat de Nederlandse student wel bereid was om daar te wonen. Okay. En wij koesterden hun echt ook in het gebouw, want ze werden natuurlijk toch van buitenaf. De criminaliteit, daar kwamen zij natuurlijk wel mee in aanraking. Okay. Want dus uiteindelijk werd er weer ingebroken en wilden ze toch dat mobieltje weer hebben van die student. En het is een heel proces geweest. Ana Marika no gusta mira edificio ruina, edificio mesedin vida denje. Mesco escuende. Durante restauración de edificio nang na Peter Maismal, ela nie confronta cuende di kuanan vida tambe tapata ruina. Ik ging een gebied in wat het daglicht niet kon verdragen. Hoezo? Criminaliteit, prostitutie. Dat is natuurlijk heel heftig. En ik kwam daar toch als blanke vrouw binnen. Mm-hmm. En dan krijg je weerstand. En ik vocht tegen die criminaliteit. Ik ontweek dat niet, nee. Een bepaalde tactiek creëerde ik daglicht. Okay. Je hebt gezegd, je bent een zeer positief iemand. Je kijkt naar mogelijkheden. Ja. En dat je dan de werkelijkheid tegenkomt van prostitutie. Daar heb ik verschrikkelijk van dat. Ja. En dan kom je toch weer terug op de vrijheid die ik genoten heb en nog steeds heb. En daar werd ik mee geconfronteerd, ook met vrouwen die in kamertjes leefden. De tjoller, ik vind het een heel negatief woord, maar in ieder geval de zwervende vrouw. Mm-hmm. En dat anderen daar macht over hadden. En dan de man. En die dan bepaalde of daar wel seks mee bedreven werd of niet. En dat zij daar geen invloed op uit kon oefenen. En ik weet wel dat ik daar op een gegeven moment, hebben we daar een hek voor besteld. En haar een slot gegeven. En ik zeg, jij bepaalt wat jij met jouw lichaam doet. Mm-hmm. Dat mag niemand anders bepalen. Als jij dat wil, dan moet je dat doen. Ik kan jou daar niet, hè? Ik ben niet degene die zegt dat niet mag. Mm-hmm. Maar niemand anders beslist daarover. Promekuna captura Tula. Tula is een compagnon aan asconde algum simang den Christophe. Na onda landhuis zorgvliet ta situa. Dicho ta, ku e obelix na zorgvliet, tabata un palo di castigo. Wat doet de wetenschap met je dat hier in dit omgeving mensen hebben geleden en gestreven voor hun vrijheid? Ja, het is wel. Het maakt wel indruk op het feit dat je weer even op zo'n plek, je weet dat op het eiland natuurlijk aanwezig was, maar bewust op deze plekken, dat mensen gewoon die vrijheid niet hebben. Ja. Welke indruk heeft dat gemaakt? Ik word steeds bewuster van het feit dat vrijheid, je weet dat vrijheid heel belangrijk is, mm-hmm. Maar als je weer even op zo'n plek bent, dan denk je daar bewuster over na. Dat je gezegend bent, dat je die vrijheid hebt. En dat daarvoor gevochten is. Ook op deze plek. Heb jij het gevoel dat er ook voor jouw eigen vrijheid is gestreden? Ja. Maar hier, op andere plekken op de wereld. De vrouwen hier op Curaçao Tula. In Zuid-Afrika, Mandela. Ja. Ja, dat is voor mij heel veel waard. Bon dia. Dat is een cadeautjesstrijk. En wat wij nu gaan doen met deze lieve mevrouw, is cadeautje plukken. Para nós fazer essa aqui, vamos mister um cinco, um chá. Ok. Wil je dan dus zelf een cadeautje tomberen? Natuurlijk. Gaan we dat proberen. Ja. Nee. Promé un chá. Saki erbij? Ja. En de chá. Arriba verbouwt in. About toch? Wacht eens. Pakken, zie. Zie? Ja. Voor mij een keer gewoon denken. Akine? Dus jumpen. Akina? Probeer het eerst te prikken. Ja, Misa. Ja.
En het boeren. Hey. Yes. En beginnen maar. Dus het volledig afschillen. Ja. Wat je moet poeren wat, dat is goede mas fini, hè? Het gaat nu wel makkelijker als je een paar van die rijtjes al af hebt. Ja. Zie je dat die mag je poeren? Ja, natuurlijk. Zie daar. Goed, dus de poeren. Zie. Aba. Poer, zie. Voor mas fini possible, we hebben nog kita economie. Hoor met bij moesten kon ons erbij pillen ik het douche. Dat was wel even chou. Ja, en logisch ook wat er staat hier, staat hier nog steeds maar leche di caduce. Dat is het een leche di caduce? Sí. Oké. Okay. Dus eigenlijk, ik kom minder op een pizza. En nog steeds maar leche di caduce. Is dat het lekkerste gedeelte van de caduce? Sí, zeg je de paard in de douche. Dus je eet hem niet door en door? Nee, dus alleen, solamente de zaken. Ik zaak hier ook even. Is oorlog wat het is in zakje er klaar? Ja. Want dan moet het bij bakken en kadoesje. En dan moet je het zitten, dan moet je het bakken. Niet strijken. Ja. Dat goed zo. Wauw, ongelooflijk hè. Heb je ooit kadoesjesoep gegeten? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, nu weet je wat er allemaal achter zit. Prachtig. Ja. Ja. Hoe vond je dat kadoesjaken? Ja, geweldig. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Toch weer iets nieuws. En ik realiseer me dat zo'n toerist kwam ook even langs en die gaat dan stilstaan. Ja. En volgens mij moeten we veel meer van de cultuur laten zien aan de mensen die Curaçao bezoeken. Okay. Volgens mij moeten we trots zijn en ons gaan realiseren dat mensen interesse hebben in de cultuur van Curaçao. Ja. En okay. Ik geloof dat dat soms nog wel eens mist. We zijn volgens mij een beetje bescheiden of denken dat anderen het niet interessant vinden. Maar het is natuurlijk super interessant. Wat ik vandaag ook weer gezien heb, ja, dat is toch weer mooi. Heb je het gevoel dat Curaçaoenaars zich bewust zijn van hun eigen geschiedenis? Ja, ik vind het natuurlijk heel moeilijk om dat te beoordelen. Ik denk nog niet goed genoeg. Misschien nog wel meer. Als ik kijk wat er ook op school gegeven wordt, volgens mij mag dat nog wat dieper mag daarop ingegaan worden. Mm-hmm. Maar beide kanten, de cultuur, hè, de geschiedenis van jouw voorouders, maar ook de geschiedenis wat, als ik zeg dat ik uit Nederland kom, ja. Wat is er gebeurd en hoe zijn we hier samengekomen? Ja. Er zijn nazaten uit de Sjon en de slaaf. Ik weet niet of jij weet wat jouw voorouders waren of waar ze vandaan komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten. Ja. Anamarika alanta na Hulanda ku kwatru mang di kolo adopta for di Haiti. Na Corsau ekusuyunang ta je otro kolo. Asina ki Anamarika a experiencia diferencia di kolo di tur dos banda. Hoe gaan jullie om met discriminatie? Nou, ik heb discriminatie met mijn zusjes. Die waren met z'n een hele periode hebben zusjes van mij ook hier op Curaçao gewoond. Toen werd ik eigenlijk pas met de kleurverschillen geconfronteerd. Wat ik zo? Omdat er opeens door derden werd daar een scheidingslijn tussen getrokken. Hoezo? Hoezo? Voorbeelden dat dan mijn ouders er zijn en vrienden van mij, mijn zusje is er, die woont hier, die heeft een blanke man. En dan wordt er naar haar, komt er opeens iemand naar haar toe van, Makamba Pretu, overloopster. En dat zij zoiets heeft van, maar wat bedoel je? Waar? En dan ben ik soms in shock.
Of als er iemand langs mijn werk komt en een horeca, we hebben Pleincafé Wilhelmina een tijdje gedraaid. En dat dan echt een auto stopt en het raampje naar beneden draait en zegt, Sierra, deze kleur is niet goed, hè, voor dat cafeetje. En dan schrik ik. En dat is dus, volgens mij wat hebben we nog... Wat doe je op die momenten? Ik schrik en zeg, mevrouw, wilt u alsjeblieft uw auto parkeren en gezellig wat komen drinken? En daar zit dus ook weer een generatie achter op de bank van jonge kinderen en die horen dat. En volgens mij is dit niet de manier om door te gaan. Ja. Volgens mij moeten we... ik weet niet hoe je dat moet doen, maar ik schrik van ik weet niet hoe ik het moet verwoorden hoor, maar het frustratie of minderwaardigheid, denken dat je minder bent, wat je niet bent. Mm-hmm. Ik vind jou mooi, of jij vindt mij... Ik weet niet hoe je dat bij kan hebben, misschien educatie of... Ik kijk nu naar je en ik merk dat je ogen een beetje tranerig zijn. Ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Ja. Waarom? Omdat ze aan mij zitten en ook aan mijn zusjes. Ja. Ben je bewust van het feit dat ze binnenkort ook aan je kinderen gaan zitten? Ja, dat gebeurt al. Ja. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Toch vertellen hoe ik vind hoe het is. En vind je weg erin. Frustratie van mensen, dat kan ik niet oplossen. Die mensen moeten bij zichzelf terug naar binnen gaan en zorgen wat dat het wel... Wat doe jij? Je bent een moeder. Moeders zijn instinctieve beschermers. En dan zegt iemand iets tegen een van je kinderen. Hé, Makamba, je hebt hier niets te zoeken. Ja. Ja? Nee, ik ga me niet terugtrekken, maar ik ga ook niet vechten. Okay. Ik denk van, je hebt nog heel veel te leren. Denk ik dan. En als diegene erover wil praten, mij wel wil ontmoeten, dan hoop ik dat diegene ooit een keer terugkomt als hij wat wijzer is. Okay. En dus mij niet beoordeelt op mijn kleur. Hoe voelt het om beoordeeld te worden door je kleur? Ik vind het verschrikkelijk. Ja? Ja. Doe je me echt pijn. Ja. En het zou andersom ook zo zijn. Zou je ook hebben. Want dan heb je het niet over jouw zijn te maken. Praat je niet over jou, wie jij bent. Dan beoordeel je mij op hoe ik eruit zie. En ik vind dat jij mij moet leren ontmoeten. Okay. En dat jij eerst... En dan mag je mij beoordelen, hè? Want we hebben wel met chemie te maken. Het klikt wel tussen jou en mij of niet. En je bent wel een leuke collega of geen leuke collega. Maar het is niet omdat jij Antilliaan bent of Chinees of Turk. Nee, daar hangt het niet van af. Wat is jouw ervaring met het beeld die stagiaires hebben op Curaçao en de Curaçaoenaar? Je bent jong en je weet niet wat je moet verwachten. Okay. En dat zou allemaal wat beter uitgelegd kunnen worden. Mm-hmm. Ook als Curaçaoenaar naar Nederland toe, maar ook als Nederlandse student naar Curaçao. Ja. Dat er meer voorkennis is over het land waar je naartoe gaat. Okay. Heb je ervaren, we hebben het net gehad over de bejegening naar jou toe in verband met je kleur en zo. Ja. Is het jou opgevallen of ben je in aanraking meegekomen met Nederlanders die het omgekeerde doen hier op het eiland? Ja, dus hoe zij over de... schaamt me dood. Heb ik echt zoiets, pak alsjeblieft het eerste vliegtuig en ga naar huis. Wat doe je hier? Je hebt dan dezelfde sterke reactie die je hebt als het naar jou toe is? Als ik heb ook echt Nederlanders die hier op het eiland rondlopen, daar schaam ik me dood voor. Ja, hun gedrag, hun mentaliteit. Mm-hmm. We komen het even hier doen. Ja. Maar dat kan ook een Amerikaan zijn, hè? Het kan ook een Surinamer zijn. Maar jij vraagt specifiek naar de Nederlander. Ja, die kom ik ook tegen. Als jij een bord zou mogen maken. Een bord? Ja. Die op het airport geplaatst zou moeten worden. Ja. En je zou daarop een boodschap moeten zetten in één zin voor de Nederlander die naar Curaçao komt met die blik. Wat zou je op dat bord schrijven?
Zorg dat je de cultuur ontmoet. Zorg dat je de cultuur ontmoet. En blijf niet alleen maar wentelen op het strand. En zeggen dat je dan Curaçao ontmoet hebt. Moeder zijn instinctief beschermers. En dan zegt iemand iets tegen een van je kinderen. Hey, Makamba, je hebt hier niks te zoeken. Ja. Ja? Nee, ik ga me niet terugtrekken, maar ik ga ook niet vechten. Ik denk van, je hebt nog heel veel te leren. Denk ik dan. En als diegene erover wil praten, mij wel wil ontmoeten, dan hoop ik dat diegene ooit een keer terugkomt als hij wat wijzer is. En dus mij niet beoordeelt op mijn kleur. Ik heb hier een aardigheidje voor je. Ja. Een bedankje van het team. Deze krijg je van ons. Fantastisch. Je krijgt ook dit kaartje met bedankje en de naam van de hele crew. Ja. Dit boek krijg je ook mee. En namens het hele team willen wij jou dit boodschapje nalaten. Oké. En het luidt zo. Jij, ik, wij. Wees ervan bewust dat we samen één zijn. Een eenheid van emoties verenigd in het nu en het verleden. Okay. Jouw pijn is mijn pijn, jouw blijheid is mijn blijheid. Jij, ik, wij. Het levende bewijs dat er in het kleurenspectrum nog zwart, nog wit verschijnt. Prachtig. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Dank je. Ja. Mooi. Ja. Nou, ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. Ja, en dat je er veel mee zult kunnen. Ja, zeker. Ja. Prachtig. Thanks. Dingen die ocho, de laatste edition die Tula su cosecha. Toen ik voor de eerste keer hier door Curaçao landen liep, ja. Toen voelde ik me echt wit. Toen had ik echt zoiets wit? Van, ja. Er zijn hier natuurlijk rare dingen gebeurd tot 30, 40, 50 jaar geleden. De Nederlander is in ieder geval niet gestopt met dominant zijn. Un compilación de todos los momentos remarcables, personal, importante y pret, qua pasa de la serie. Ik ken alleen het liedje Ata patata con el pan con leche pistachi o pamucha of zoiets. Die heb ik wel. Jouw pijn is mijn pijn, jouw blijheid is mijn blijheid. Jij, ik, wij. Het levende bewijs dat er in het kleurenspectrum nog zwart, nog wit verschijnt. Prachtig. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Dank je. Ja. Mooi. Ja. Dank je wel. Ik heb helemaal geen cadeautje terug. En ik heb zo'n mooie dag gehad met je jullie. Je hebt ons al gegeven wat je kan geven. Je was hier en dat is cadeau genoeg. Superleuk. Echt, daar ben ik heel blij mee. Kom.